Karel Dane, de kwalificatie is binnen. Na 20 seconden was het al prijs. Wat dacht je toen? Beter kunnen niet starten. Ik denk dat we heel goed aan de match begonnen zijn. Na die 0-1 voorsprong hebben we nog 2-3 hele goede kansen gehad. De match had dan al kunnen beslist zijn. Dan weer een beetje weggezakt. Maar de tweede helft scoren we weer heel snel. En dan, ja, dan was het gespeeld natuurlijk. Door die snelle voorsprong in de eerste helft en de tweede helft, dat was het wel een ideaal scenario. Ik zei tegen de coach daarnet ook al, jullie hebben een jonge bende. Maar jullie hebben echt een volwassen partij gespeeld. Vind ik wel. Als je natuurlijk op de ideale momenten scoort, maakt dat het allemaal iets gemakkelijker. Maar dan zie je dat we met die voorsprong wel goed omgaan. En als die Polen dan iets sterker kwamen opzetten, dan zijn we wel rustig gebleven. En dat hebben we wel goed gedaan. En dan bij momenten de ruimte die we kregen heel goed benut en goed uitgespeeld. De score had hoger kunnen oplopen, denk ik. Er zijn flink wat spelers vertrokken, niet van de minsten ook. En je ziet het niet op het terrein. Hè. De vervangers doen het uitstekend. Dat klopt. De jongens die weg zijn, zijn natuurlijk spelers met naam en met ervaring. De jongens die bijgekomen zijn, zijn onbekende vaak. Ook een heel stuk jonger. Maar je ziet dat het allemaal goede voetballers zijn. Dan moet je een beetje geluk hebben dat de puzzel snel in elkaar valt. Want in voetbal is dat wel iets dat je niet altijd helemaal in de hand hebt. Maar ik denk dat we met de kwalificatie van vandaag wel op mentaal vlak ook een goede zaak doen. En dat ons wel iets extra geeft, ook naar de match van zondag toe. Aan de andere kant wordt het programma er alleen maar zwaarder door. Hè? Jullie moeten om de 3-4 dagen echt vol aan de bak. Heel zwaar competitieprogramma en dan nog eens Europees. Dat is wel plezant. We hebben dat vorig jaar ook meegemaakt. Je trainingsschema wordt daardoor wel in de war gegooid en moet aangepast worden. Maar dat is iets dat we er met plezier bij nemen. Want ik denk dat we vorig jaar daar eerder extra energie en ervaring uit gehaald hebben dan dat een last was. Vandaag ook zijn we hier op het veld gekomen met de bedoeling om vol voor die kwalificatie te gaan. En dat gaan we volgende week opnieuw doen. En dan moeten we naar Wit-Rusland, wat inderdaad qua verplaatsing geen cadeau is. Maar vorig jaar moesten we ook naar Cyprus, was het ook een hele lange vlucht en noem maar op. Dat hoort erbij bij Europees voetbal. En voetballers spelen liever matchen dan dat ze trainen, hè? Hoe minder dat we moeten trainen, hoe beter. Nu, die Wit-Russen, Frankie Dries zei het al, we kennen ze niet, maar eigenlijk zouden jullie die ook moeten aankunnen, hè? Gezien hun beperkte reputatie. Ja, een ploeg dat je niet kent is moeilijk in te schatten natuurlijk. Ik ken alleen van die competitie Bate Borisov en die hebben Anderlecht een keer uitgeschakeld. Dus zo gemakkelijk zal het wel allemaal niet zijn. Zij gaan ons ook niet kennen, dus ja, ik weet niet goed wat ik er moet van verwachten. Ik verwacht ze wel, denk ik, sterker dan de tegenstander van vandaag, dat wel. Maar als we goed zijn, hoop ik van een ronde verder te kunnen gaan. Dat is alleszins de bedoeling en de ambitie. De poelenfase ook, leeft dat al? Ja, dat was van bij de start van de voorbereiding iets waar we ons als ploeg achtergezet hebben. Het bereiken van die poelenfase. Dat is iets wat als voetballer heel mooi is om mee te maken. En vorig jaar hebben we dat ook ervaren. Het hangt een beetje af van de loting, denk ik ook. Als we nu tegen die Wit-Russen kunnen doorgaan, kan je altijd een klepper loten, denk ik. Ja, dat weet je niet, maar we hebben echt wel de ambitie om naar die poelen te gaan. Ja. Maar eerst Kortrijk? Eerst Kortrijk. En daar hebben we ook ambitie om thuis te winnen. Ja. Succes ermee, Karel. Bedankt. Dankjewel. Ja, dat is wel.